De brandweer heeft gistermiddag melding gekregen dat een vuilniswagen in het molenpad in brand stond. Ter plekke trof de brandweer een kraakperswagen aan waarvan de achterkant in brand stond. Volgens de medewerkers van de bewagen hebben zij op een gegeven moment vuurwerk knallen vanuit de laadruimte gehoord. Gevolgd door een grote rookontwikkeling. Volgens de brandweervoorlichter Anthony Grootvaam had de brandweer een paar uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. Tegen een tijd van 10 uh, voor 2, kreeg de brandweer een melding van een autobrand te molenpad. Toen de brandweer daaraan kwam, troffen zij een, uh, een vuilniswagen aan die de achterbak in brand stond. De medewerkers gaven aan dat zij vuil hebben opgehaald en ineens vuurwerk hoorde afgaan in de laadbak. Uh, daardoor ontstond er brand in de laadbak. En begon door te branden. De bedradingen van het elektronisch gedeelte begon te smelten, daardoor te branden. De brandweer heeft dus met een sleepmachine dat open kunnen krijgen. En is overgegaan tot blussing. Jammer heeft een van de medewerkers een ongeluk gehad nadat hij heeft geprobeerd te springen van het voertuig. Van de kanalen van die vuurwerksoort dat zij hebben opgehaald. Je hoorde dus Anthony Grootvaam, bij, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname. Hij sprak over de vuilwagen die gistermiddag in brand vloog nadat een restant aan vuurwerk plotseling afging in de laadbak.